namens de huisartspraktijk wil ik San Pernet, de fysiotherapeut, de hele fysiotherapiepraktijk in Ooi, enorm feliciteren met de verjaardag van de beweegtuin. Ik doe veel met ouderen, valpreventie, psychogeriatrie en ik heb dit beweegtuin gebeuren ooit gezien. En toen is dat zaadje in mijn hoofd geplant en ik dacht, dat is bij uitstek iets hier voor Ooi. Dus ik vind als huisarts het ontzettend belangrijk dat mensen bewegen. Dat is ook iets wat ik tijdens het spreekuur ook vaak noem. Dat voorkomt vaak ook het gebruik van allerlei medicijnen. En ontzettend fijn dat al deze mensen die er vandaag bij zijn, die komen bewegen, sporten met dit prachtige weer, dat we dat nog een keer duidelijk mogen maken. We hebben gewoonlijk op een woensdag hebben we zo'n 12, 15, soms wel 24 mensen. En het is ook vooral heel gezellig. We sporten samen en daarna doen we meestal een kopje koffie en even napraten. Wij hadden natuurlijk ook wel gedacht zo van misschien vallen er mensen uit of komen er minder mensen bij of gaat het misschien niet goed met de toestellen. Maar wonder boven wonder of gewoon door goed hard werken is de beweegtuin gebleven zoals die is. Hij wordt zelfs in de zomer wordt hij helemaal opgepimpt. In de zomervakantie gaan we gewoon door, want de mensen willen graag blijven bewegen. Met mooi weer ga ik met mensen wel eens individueel hier oefenen, omdat dit beweegtoestel bij uitstek geschikt is voor balans, kracht, maar wel op een veilige manier. Er is altijd steun, er zijn altijd mogelijkheden om jezelf veilig te houden. En voor mij ook als therapeut kan ik met mensen oefenen en weet ik dat ze op een veilige manier er doorheen komen en toch een uitdaging hebben die je normaliter niet zo simpel hebt. Ze kunnen bij ons individueel kunnen ze natuurlijk aanhaken en dan gaan wij verder in groepjes. En daar worden ze ook begeleid. En het is natuurlijk altijd leuk als ze buiten het beweeguurtje nog met elkaar gaan wandelen of fietsen. Of misschien met het kwiekuur mee gaan doen. Want je kunt natuurlijk nog veel meer sporten en bewegen buiten dit beweeguur. Bewegen is gezond. Dat zou ik nog even willen noemen. Ja.